Hallo, ik ben Johanna. Hoi, ik ben Petri. En wij gaan samen Waar hoor je de klank niet uitleggen. Waar hoor je de klank niet is een spel rond klankherkenning. Kinderen leren klanken onderscheiden. Ze leren ook afbeeldingen benoemen en herkennen, maar het belangrijkste is het sorteren en uitsluiten op basis van klank. De houten kist bevat in totaal 26 opdrachtstropen en ook 26 transparante kaartjes met een rood kruis. Zal ik er misschien even een voordoen? Dat vind ik wel leuk. Lijkt me goed. Je pakt een opdrachtstrook en benoem de klank die vooraan staat. In dit geval de G. Benoem vervolgens ook de afbeeldingen die op de strook staan. Waar hoor je de klank dan niet? Gieter, gras, mug, tomaat. Bij tomaat hoor ik de klank G niet. En daar leg ik dan het transparante kaartje met het kruis op. Dan draai ik de kaart om ter zelfcontrole en dan zie ik dat ik het goed gedaan heb. De werkwijze van het spel, zoals Johan het net liet zien, staat ook in de handleiding. En daarnaast kunt u daar ook tips en meer spelsuggesties vinden. De handleiding zit in de houten kist, maar kunt u ook vinden op de website.